Snap-on. Mm-hmm. En je ziet, ik kom daar dus niet in. We hebben Flank Drive Extra. Een nieuw design. Het is een nieuw soort dop. Een nieuwe dop, nieuw ontworpen. En wat doet hij? Die houdt de bout veel rechter vast in de dop, waardoor ik er dus nu wel bij kan. Ah, dus speciaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Correct. Nauwe ruimtes. En ze hebben de dop ingefreesd, waardoor je hem dus makkelijker van je werkstuk af kan trekken. Mm-hmm. Ze hebben de maatvoering vergroot op de dop. En ze hebben aan de binnenkant een ontwerp aangebracht waardoor de bout veel beter vastzit in de dop ten opzichte van de normale Snap-on dop en alle andere concurrenten. Vandaar deze opstelling. Ja, dit is puur om te laten zien hoe het werkt. Ja, Flinkdrive Extra. Ah, kijk. En zijn deze doppen nou heel veel duurder dan een gewone Snap-on dop? We zijn nooit duur, we zijn duurzaam. Bluepoint dop, ik heb een Snap-on dop met Flinkdrive. En ik heb een Snap-on dop met Flinkdrive Extra. Ik heb een afgeronde bout. Waar je normaal niks mee kan. Die gewoon helemaal versleten is eigenlijk. Is helemaal versleten, helemaal afgerond. In de Bluepoint dop blijft hij draaien. In de Snap-on dop met Flank Drive ook. Maar in de Snap-on dop met Flank Drive extra. Ja, kan ik hem gewoon nog pakken. Snap-on. There is a difference.